outside. It's the deep insane. I can feel the rains coming like a spoken ancient chant. And my demons were summoned down the drain pipe running. The storm starts flooding deeper than the bottom of the lake with the sub in. Hallo dames en heren, vandaag weer een nieuwe video. En een beetje anders dan normaal, of nou ja, normaal. We gaan vandaag trainen met twee andere jongens en die zijn hier nog nooit geweest. Luca en Mike. En laten we ze ontmoeten, dat jullie ook kunnen zien wie het zijn. Als je ze nog niet kent. Hallo jongens! Hallo! Hallo! Hallo. Hey! Hey, hey, luister. Wat leuk dat jullie er zijn. Very nice to meet you. Yes. Vlogception. Ja, ze vloggen in het Engels, jongens. Ja, dus het is een klein probleem. Ja, maar wij zijn veel leuker in het Nederlands. Dat hadden we wel door natuurlijk. Hey. Grapje. Luca en Mike heb ik ontmoet op For the Love of Movement. Ja, inderdaad, het evenement waar... For the Movement! Het evenement waar mijn heup uit de kom ging. En toen heb ik ze beloofd, jongens, jullie mogen een keer bij mij in mijn park komen springen. En vandaag is de dag. We gaan even een gezellige sessie houden en ik ben erg benieuwd wat voor tricks ze allemaal gooien. Zag ik daar nou een bijna triple back, Mike? Bijna. Ga je het doen of niet? Ja. Very good. Alleen als mensen een like achterlaten op je video. Ja, like deze video en Mike doet triple back. Maar Mike, jij moet nu dus triple back doen. En we moeten er zeg maar van uitgaan dat jij dan, dat hun dan de video like omdat je het hebt gedaan. Ja. Ja? Oké. Okay. Oké. Daar ging het. Wauw. En nu hebben ze dus voor niks geliked. Maak je geen zorgen. Ik ga mijn best doen dat Mike het wel gaat doen. Want je hebt deze video waarschijnlijk nu al geliked. En dan heeft Mike geen triple back gedaan. Dus ja, hij moet het wel doen, hè. Als je hem niet hebt geliked. Like hem. Doe je? Waarom? Doe je? Nu. Ja, nu. Daar. Klik. Daar. Klikken. Klik. Kom op. We wachten wel, hoor. Ja, hey, Luca. En abonneren. Abonneer trouwens ook op Luca. Als je mijn video's kijkt en je hebt die van hem nog niet gezien. Dan moet je zeker even abonneren. Ja, dat is misschien een beetje raar, want hij doet het in het Engels. Dat is ook minder leuk, hè. Hey. Maar, nee. Hij maakt toffe video's. Hij heeft trouwens een eigen airtrack. Ik heb een eigen trampolinepark. Hij heeft een eigen airtrack. En nu ben jij in mijn trampolinepark geweest. Ja, ik kom nog een keer naar jouw airtrack. Langs, ja, maar ik kan het nu niet meer neerzetten, omdat het nu regent. Nee, maar dan moet het dus de zon schijnen. Ja, en ja. Goed. Ja! En jullie hebben het niet gelijk voor niks. Mike, I'm very proud of you. Very nice, my man. Mike? Easy. Red ik wel, toch? Nee. Jongens, not gonna happen, man. Ik moet dit echt gaan oefenen. Ik heb dan wel triple kaboom gedaan. Dat weten jullie trouwens nog niet. Ik heb triple kaboom gedaan. No. Yes! Yes! Easy. Hello darkness, my old. Even hydrateren. Ik was dus heel even wat drinken. En ik ben eigenlijk mijn gasten kwijt. En zeker. Ik heb geen idee waar ze naartoe zijn gegaan. Ik denk in mijn kantoor. Oh, he's coming! Oh no! Hide and seek in my own trampoline park. Haha! Oh, wat staat er eigenlijk? Supreme. Supreme. Wie heeft er hier dyslexie? Mike. Doe triple dan. Huh? Doe triple. Nog een keer op mijn nek. Trampoline park first. Niemand heeft die triple in gedaan. Ik zie nog niemand triple gedaan. Ha ha ha! Dit was zo dichtbij! Ho ho ho! Yo, zo dichtbij heb je hem nog niet gedaan. Dat mee. Ik kies om airbags. Zo dichtbij heb je hem nog niet gedaan, Lars. Nee, dat was inderdaad wel een van mijn dichtstbijzijnde. Hoe gaat het met het kale plekje? Ja, die zit er nog. Nice. Was hij goed? Die was goed. Ja? Ja. Luca, ik heb een challenge. Dubbel back vlog, dubbel front vlogstijl. Vlogstijl. Dus je camera gewoon zo houdt. En je dan dubbel front doet. Jij gaat eerst dan. Ik kan het wel, denk ik. Kijk, mijn microfoon zit heel los. Maakt niet uit. Ik denk dat je niet je camera tegen je neus krijgt. Oké. Ah, er zit echt vol in mijn neus. Ja, dat is echt wel heel naar als dit gewoon in mijn neus komt. Als ik dit niet heb overleefd, dan zie je deze video ook niet. Oh!
Jongens, zijn jullie een beetje bang voor Castaway hier? Nee. Het is echt heel makkelijk. Ik heb mijn enkel breek al in dat vak. Oh, wat doet Zeger? Zeger, wil je dat niet doen? Dat is niet om aan te hangen. Ga maar weer mijn zaal uit, kom op. Ja. Hup, hup. Oh mijn... Oh. Oh snap, oh. Ik miste net. Hij haakte die rand aan, jongens. Stond er dichtbij. Kom niet eens in de buurt. Vond het net. Ik wel, maar goed. Nog een keer. Haha! Ik weet niet zeker. Zijn je tenen gebroken? Hey! Oké! Okay. Net was echt beter. Maar omdat iemand hier dramatische filmkunst heeft, staat het er niet op. Ik weet niet wie. Ik kaap de vlog, jongens! Dag allemaal! Ik heb jullie laatst verteld over mijn 360 dive roll. Ik heb een variatie. Watch it. Clean. Wacht, hij moet opnieuw. Echt, joh. Oh, bijna. Het is echt extreem moeilijk, want ik kom vanuit hier en ik moet echt gewoon... Ik kom vanuit omhoog zo en dan... Dan een rol doen, dus echt. Ja. Pittig. One day. Look at my dad. Zeger. Ja? Ik kan me herinneren dat wij een paar clips terug tegen elkaar aan het vertellen waren over een challenge. Ja. De challenge is dus een combinatie, hoor mij dan. Een combinatie van al deze kleine trampolines naar de overkant. Misschien weer terug. Maar... Hele vette tricks. Degene met de beste combo wint. Wie gaat beslissen wie de beste combo heeft? Zeger, wil jij onze scheidsrechter zijn? En degene die wint, krijgt een ijsje. Oh. Ik denk dat ik ga voor een Rudy over een trampoline. En dan dub full. En dan Barani terug. En dan proberen in ieder geval daarop te komen. Als de rode rand aanraakt, ben je af. Oh. I totally broke my ankle. Are you good? Ja. Yeah. Oh. Ik heb me alleen een beetje opgerekt. Uh-oh. Are you okay? Ja. Yeah. No. Oh. That is really hurting me. But I'm alive. Uh-oh. Rustig aan. Oh. Gaat wel. Ik heb alleen, ik kwam echt volledig op het randje zo. En mijn enkel ging zo. Krak! Zo. Nou, Lars heeft verloren, jongens. Nee, maar ik, ik ga even een ijsje erop leggen. Oh. Ja, hij landde ook niet. Quad full. No, just kidding. Doe even een nice camera. Wow. Wow, vlogception. Wow. Lars. I'm alive. Are you okay? Yes. It goes pretty well. But just to be sure, putting some ice on it, I'm feeling okay. Hij heeft ijs, jongens. Ja. Hij heeft toch gewonnen, hij heeft zijn gratis ijsje gekregen. Ik heb mijn gratis ijsje gekregen, maar ik won. Maar heeft Luca al een combo gedaan? Nee. Dus je moet hem wel doen nog. Oh my god, this challenge is killing everybody. Even een kleine update hoe het gaat met mijn enkel. Zoals je ziet ben ik er doorheen gegaan. Ik voel me natuurlijk prima, ik ken geen pijn. Maar ik kan niet meer springen. Dus zometeen gaan de jongens waarschijnlijk nog wat sprontjes doen. En ik ga dan heel veel coachend advies geven. Ik ga ook in ieder geval even goed rustig aan doen vandaag. Ik heb volgende week en die week erop heel veel leuke dingen gepland staan. En als ik dan iets met mijn enkel heb waardoor ik dat niet kan doen, heb ik toch wel een klein probleempje. Lars. Dus Zeger, vanavond doe je het even alleen. Met Jay. Ja. Jay, als je deze video ziet, je bent een topper knul. Also, je wilt gewoon meer morfine, hè? Ja. Je wilt gewoon terug naar het ziekenhuis. Nee, ik wil niet meer naar het ziekenhuis. Hou op met je ziekenhuis. Hoe langer het duurt, hoe meer pijn het doet. Hey Mel, als je deze video ziet, dit doen we speciaal voor jou, omdat ik zoveel van je hou. Nee. Jawel, je moet gewoon kwad doen. Kom op, Luca. Ja, maar ik heb nog steeds injury aan mijn knieën. Leo Pussy, I'm still injured. Ja, maar dat maakt niet uit. Kwad is niks, joh. Are you still not able to do it? Wow! Oh, I feel net out of that. Nee, jawel! Niet sick. You skipped me, man. Oh, oh. Nice, man. Dat is wel dope. Hij, was... Nee! Nee!
Ja, yes. Nice. Yes. Grap. Je moet echt goed begrijpen dat one bounce quad full echt iets van buiten deze aarde is, Luca. Ben jij soms een alien? Ja, misschien grap. Wel. One bounce quad. Ik moet mijn game echt even uppen nu gewoon. Ik ben echt gewoon way too low. Melchior. One bounce quad, Mel. Op, jongen. See you in the future. Vrije training. Ja. Lars is niet bij. Nee. Anders had je hem. Maar gelukkig blijf ik de ballad koning. Ik heb hier nog niemand gehad die betere ballads kon dan mij. En ik kan het trouwens nog steeds, want ik heb helemaal geen... Ik kan niet eens een dub. Wanneer komt het anders? Ja, ik heb alleen mijn enkelpijn, niet rugpijn. Oh ja. Lars, dit is gewoon back to the old days. Nice. Oké, dames en heren. De jongens gaan zo weer naar huis toe. Ik ga ook naar huis toe, want mijn voet is helemaal naar de mallemiezen. Ik ga even rustig aandoen de aankomende dagen. Maar gelukkig heb ik al een backup video gemaakt. Dus er komen gewoon video's aan. Maak je geen zorgen. Vond je deze video leuk? Geef me even een like. En vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Er komt hele vette shit aan. Abonneer ook even op Luca. Ja, doe maar. Thanks, man. En ik zie jullie weer bij de volgende video. Doei. Doeg. Aww. As the rain fills my head like a mass flood scene. What's that they see? Oh, it's the rain tapping on your brain. Hard to maintain.